Dank u wel, voorzitter. Collega's, ik was korte tijd geleden aanwezig op de opening van een mooie fototentoonstelling over de gebeurtenissen op 1 oktober, 1 jaar geleden in Catalonië, waar toen een referendum plaatsvond. En ik heb ook geluisterd naar de toespraak van de heer Peumans bij de opening van die tentoonstelling en ik heb ook geluisterd naar zijn kritische mening over wat zich vandaag in Spanje afspeelt. Wel nu, naar aanleiding daarvan besliste de Spaanse regering om de vertegenwoordiger van de Vlaamse regering in Madrid terug te trekken, of tenminste zijn diplomatieke bevoegdheden te ontnemen. Collega's, dat is buiten alle proporties, dat is ongezien. Het is de eerste keer dat binnen de Europese Unie één lidstaat de andere lidstaat zijn diplomaat terugroept. En dat louter en alleen omwille van een politieke represaille tegen uitspraken van een verkozen volksvertegenwoordiger, van een verkozen voorzitter van het Vlaamse parlement, die in zijn eigen parlement daar zijn gedacht over zei. Wel, er is gisteren in het Vlaamse parlement daarover een debat geweest. Blijkt dat er grote unanimiteit is over alle partijgrenzen heen om dit te veroordelen. Er is steun voor de voorzitter van het Vlaams parlement in zijn hoedanigheid, in zijn free speech die hij mag gebruiken als verkozene. Daarom heel eenvoudig, meneer de minister, gaat u diplomatiek solidair zijn met Vlaanderen en gaat u de Spaanse ambassadrice in België uitnodigen voor een gesprek om dit incident te bespreken. Ik kijk uit naar uw antwoord. Dank u, meneer Luyt. Dank u, voorzitter. Wel, meneer de minister, ik ben wel tevreden dat u het gesprek aangaat met de Spaanse ambassadrice en dat natuurlijk het voorwerp van dat gesprek zal zijn wat de grieven zijn van de Vlaamse regering. U gaat mee in de logica van Vlaanderen. U laat Vlaanderen niet vallen. Dat lees ik of dat begrijp ik uit uw bericht nu. Ten tweede, het is natuurlijk wel de omgekeerde wereld en dat mag ook wel eens gezegd worden. Het is toch wel zeer bizar dat Vlaanderen vandaag op de vingers getikt wordt voor uitspraken van een volksvertegenwoordiger, terwijl het wel Spanje zou moeten zijn die op de vingers getikt wordt voor wat dat daar gebeurt. Ik denk dat daar ook wel iedereen mee akkoord kan gaan. Democratisch verkozen politici die zonder proces vandaag nog in de gevangenis zitten. Catalaanse leiders van het middenveld die nu al 1 jaar zonder vonnis opgesloten zitten in de gevangenis. Dat zijn zaken die een Europese lidstaat onwaardig zijn. En daarom, en ik rond af, meneer de voorzitter, wil ik me richten tot meneer Sanchez hemzelf. Als u de logica doortrekt en u gaat de diplomatiek vertegenwoordiger in Vlaanderen terugtrekken omdat een Vlaams volksvertegenwoordiging uitspraken doet over Spanje, wel, ik ben federaal volksvertegenwoordiger en ik ga hier in dit parlement, in dit federale parlement, uitspraken doen zoals Peumans. Ik vind dat Spanje vandaag onwaardig is om een lidstaat te zijn van Europa, zolang die politieke gevangenen niet vrijgelaten worden. En als u de logica doortrekt, dan zal u nu best ook de Belgische ambassadeur in Madrid terugroepen. Dank u. Dank u, meneer Luyt.